Elke laatste zondag van de maand is de vuurtoren in Hellevoetsluis voor het publiek geopend. We staan hier bij de vuurtoren in Hellevoetsluis. Jullie zijn één keer per maand open voor het publiek. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat is in het zomerseizoen van april tot en met eind september. Eenmaal in de maand en dat is de laatste zondag in de maand. En daarnaast zijn we nog met Open Monumentendag open. En de zondag van de vestingdagen. En jullie doen het als vrijwilligers voor de vuurtoren. Waarom is dit zo belangrijk voor u? Het promoten van Hellevoetsluis. En als je zegt Hellevoetsluis, dan kom je hier met zoveel boten tegelijk hier aanvaren. De hele zomer gaat dat door. Je ziet het Marine Hospitaal, je ziet de vuurtoren. Dat is de eerste aanblik van Hellevoetsluis. Nou, daarnaast is er nog veel meer te doen in Hellevoetsluis. Maar je moet dit wel even promoten. Dit is het gezicht vanaf het water. Wat is er zo bijzonder aan deze vuurtoren? Heel bijzonder, want het is een van de kleinere, een van de kleinste die we hebben in Nederland. Dus we hebben de 27 nog langs de kustlijn staan. Deze is eigenlijk nog de meest oorspronkelijke in zijn vorm. De 70 centimeter dikke muren zijn nog steeds van 1822. Hij is wel diverse keren opgeknapt en veranderd. Hij heeft ooit een puntmutsje gehad in plaats van het bolletje wat hij nu heeft. Hij heeft ooit een totale groene kleur gehad, donkergroen en al die dingen. Hij heeft een mooie vlaggenmast opgezeten. Steeds veranderingen, maar hij is ook steeds met de tijd meegegaan. Het is geen vuurtoren meer die echt op olie brandt, zoals dat vroeger was. Walvisolie vooral. Maar het is ook een vuurtoren die de bekende Fresnel-lenzen heeft gehad. En die zijn er vorig jaar afgehaald en er zit nu een laserlamp in. Dus alles met de tijd mee, maar hij staat er nog steeds sinds 1822. Hij is dus nog in werking. Hoe lang blijft hij hier nog staan, denkt u? Wij hopen nog 500 jaar. Maar dat ga ik niet meer meemaken of het haalbaar is. Maar hij is nog steeds in werking, ja, zeker. Er is vorig jaar zelfs, in deze periode, een nieuwe lamp ingezet. Nou, dat is laserlicht geworden. Zijn alle vuurtorens nog nodig? Niet allemaal meer, want er zijn ook vuurtorens die ja, eigenlijk geen nut meer hebben. Omdat ze aan de rand van een polder zijn komen te staan. Door alle inpolderingen die ook gedaan zijn. Zoals bij de Zuiderzee, wat nu IJsselmeer is. En hier? Hier is hij nog nodig, want er zijn nog schepen die nog geen GPS aan boord hebben. En die varen dus nog wel op dit segmentenlicht van groen, rood en wit.